We hebben bijvoorbeeld roze koeken, we hebben bijvoorbeeld pizza. We hebben pannenkoeken, we hebben Oreo koekjes, we hebben een banaan. Ja, hier ligt nog meer. We hebben allemaal snoep en troep. We hebben een appel die we gaan frituren. We hebben zelfs ook gewoon aardappelen. Ik weet ook niet waarom. Kunnen we er ook gewoon in pleuren. Nou, Jeroen, heb je al zin in lunch? Ik ga het even mooi neerleggen. Is hij al op temperatuur? Want we hebben dus al olie erin. Kijk eens even aan. Dit is goed heet. Eerst het beste wat je erin gooit. Frituurpan ontploft. Einde video. Nou, dat kan dus wel. Want we hebben dus heel veel suikerachtige spullen erin. En dat is echt niet goed. Want suiker kan dus enorm heet worden. Dus er kan iets ontploffen. Daarom hebben we vandaag geen bescherming bij ons.